Nou, Sinterklaas is weer in Nederland. Gelukkig is hij aangekomen in Roermond. Dat betekent dat we weer even moeten gaan kijken wat de pieten aan het doen zijn. Vorig jaar waren ze op CISO en bij ons op school. En toen hadden ze allerlei goede kunsten gezien van iedereen. Nou ken ik een paar van die pieten. Die zijn alweer bezig om te kijken of het allemaal gaat lukken. En ik ken er ook een paar die waren vorig jaar aan het stunten. Dus ik ga even kijken hoe het ervoor staat. Hè. Dat is, precies al. Dus ik ga even kijken of ze... Nou, dat wordt al flink geoefend, zie ik. Oh, het is echt... Dat is wel heel erg goed. Ik ga even vragen wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Tot zo. Hey, leuk je weer te zien. Hey, Rijko. Hoe is het? Ja, goed. Goed. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn het stunten. Stunten? Ja, net zoals de kinderen van CISO. Cool, man. Ja, maar die deden allerlei moeilijke trucs. Ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar... Ja, die waren hartstikke goed. Ja, maar hebben jullie wel... We oefenen de tijd. We doen daar een dubbele flikvlak en een salto en vet cool, man. Maar toch niet van het dak af een salto? Jawel, vet! Kom maar, Piet, kom maar. Nee, wacht even. Ik heb ook gezien dat die kinderen van zich op het podium... Ja, die kunnen alles. Die kunnen alles. Ja, maar dat moet je niet zomaar doen. Heb je dat geoefend? Tuurlijk. Dat heb je geoefend? Ja. Ja, ook van het dak. Maar zo, Pieten? Ja, maar dan moet je er dan niet iets onder leggen, dat je niet zo hard valt. Nee. Dat gaat zo. Tegels? Liggen al tegels onder? Ja, er liggen al tegels in, maar dan val je toch hartstikke hard. Nee, vallen. Ga je zo, en dan ga je zo draaien rond. Ja, kei vet. Dubbele flik, vlak, salto, drie keer. Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk, man. Appeltje, eitje, pepernoot, zeggen wij. Nou ja, goed. Ik ga even aan de kant staan. Want ik ga het ook kijken. Ik vind dit wel heel eng. Oké, Piet. En nu? Vet, cool. Ik ga vanaf hier salto maken. Ja, dubbele. Ja, vet, cool. Zeker. Nee, wacht even. Wacht, stop. Stop. Ik zeg niet dat zo is, maar stel dat je uitglijdt of heel hard valt. Nee. Ja, dat gebeurt niet. We hebben hierop geoefend. Ja, jullie hebben hierop geoefend. Ik tel wel af. Ja, ik tel wel af. Okay, ik ga wel aanlopen. Ja, ver. Oh, nee. Oh. Oké, ik tel vanaf drie, hè? Vanaf drie. Drie. Wees weg. Ja. Oh. Drie. Oh, jee. Twee. Eén. Nee. Zie je dan wel? Oh jee. Ik had het gezegd tegen jou. Piet, gaat het? Gaat het niet? Pauw? Een pauw? Waar een pauw? Stil nou eens. Pauw, ruim eens op. Ruim die spullen eens op, man. Hij ligt hier. Jongen. Nou, dan kom opstaan. Ik kan niet opstaan. Zo kan je niet opstaan. Oh, mijn been. EHBO. Heb ik niet. Pleisters. Ja, pleisters. Pleisters. Heb ik niet mee. Heb ik niet bij. Ja, nou, heb ik niet bij. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Kom eens hier. Even kijken of we kunnen buigen. Niet eraan komen. Dokter. Dokter. Wel een dokter. Ja. Je kunt wel roepen, er woont hier toch geen dokter in de buurt die dan meteen komt. Waar moeten we nou naartoe? Waar zijn de dokters? Waar hebben ze veel verstand van? Waar kunnen we naartoe? We moeten meenemen. We moeten naar het ziekenhuis. Ziekenhuis! Ja, nou... Ik weet niet, waar moeten we naar naartoe? Jij zei dat je wist waar het was. Ik weet, je moet al opschieten, want hij zit hier met zijn been. Hij zit met zijn been. Misschien is het wel gebroken, misschien is het wel iets anders raars. Oh, daar! Dier en dokter. Dier en dokter. Ja, daar hebben we een dier? We hebben een dier. Er staat ook iets over honden, konijnen, katten. Hij is niet open. Moet ergens anders naartoe. Hij is niet open. Ja, die was dus niet open. Hier rechts. Hier rechts, rijden. Hij heeft pijn. Hij heeft pijn, Piet. Je moet rijden. Rijden. Ja, maar allemaal auto's. Ik kan er niet door. Je kan er niet. Welke kleur is het lichten? Blauw. Blauw, dat kan niet. Oh. Groen. Ja, rijden. Piet, het komt naar goed. Rechts. Waar is het ziekenhuis dan? Ik zie het niet. Gaat het nog een beetje? Ja. Oh, ja. Misschien die kant. Dit lijkt niet op een ziekenhuis. Ik zie daar een ambulance. Rij achter die ambulance aan. Rij erachteraan.
We moeten even kijken waar de gips gaat. Gips gaat. Hier is het. Gips. Ja. Kom. Stop niet tegen de deur. Onvoorzichtig. Gips. Hier moet het zijn. Ik zal eens kijken. Ik zal eens kijken. Hier. Wat is hier aan de hand? Bent u in de dokter? Ja, nou, die heeft gewonnen. Er is paniek, dokter. Er is paniek. Hij is van de hart afgesprongen. Hij maakt een stelsel. Alles is gebroken. Paniek, moet snel, want het is bijna 5 december. Als er paniek is, maak ik dat wel. Okay. Anders niemand. Ja? Okay. Zeg, het begint helemaal vooraan. Wat is er? Hebt u een pleister? Pleisters. Ja, ik zoek even een pleister. Wat er gebeurd is. Ik deed salto van dak af. Ja. En toen kwam ik niet meer terecht. Oké. En hebben jullie al foto's laten maken bij de spoedeisende in de hoop? Foto's. Ik heb een foto. Zullen wij zo'n foto maken? Ja, heb jij een toestel? Ik heb een foto. Ga je een foto maken? Ja, ja. Lachen! Nee. Zo'n foto, een röntgenfoto heet dat. Dat kan zien waar het been gebroken is. Röntgenfoto? Nee, ik heb geen röntgenapparaat. We gaan het wel netjes regelen allemaal. Ja? We gaan een röntgenfoto maken via de spoedeisende hulp. Dan de foto klaar is, krijg ik een berichtje. Komen jullie hier weer binnen. En dan heb ik de foto erbij. Laat hem zo lang even rustig liggen, niet bewegen ermee. Hij heeft veel pijn. Ja, hij heeft heel veel pijn. Ja, maar dan gaan we kijk, hier heeft hij pijn. Ja, maar dan moet je dus daarom gaat hij dan ook huilen. Als hij er aankomt. Oh ja, moet er niet aankomen. Niet eraan komen. Dus niet eraan komen, hè? Ja, niet eraan komen. Dat weet hoe het probleem is voordat we andere dingen gaan doen. Ja? Want misschien zit de pijn ook nog wel in het onderbeen. Maar dat doet eigenlijk nog niks. Je moet er, ja? Je zei net dat moet er niet aankomen. Ik weet wat er gebeurd is. Jullie krijgen mij een briefje mee. Ja, heb ik al. Krijg jullie stuk. Ja, dat is weer een ander. Wat heb je dan weer voor een gehad? Je moet niet overal aan zitten, zei ik. In het ziekenhuis mag je nergens aan zitten. Handjes thuis, niet doen. Hier zie je, de dokter zegt het. Niet doen. Okay. Afblijven. Dit laten we weer terug, want dat is nog niet aan de orde. Dat briefje. Nee, precies. Ik ga even een briefje schrijven. Ik schrijf een briefje. Moet ik een briefje pakken? Brief? Nee, je hoeft geen. Hij gaat de dokter. Oh, laat die dokter maar een briefje schrijven. Kan je wel schrijven? Ga je maar even kijken of iemand op de gang aankomt. Ik kan schrijven. Met dit briefje ga je naar, via de EHBO naar de röntgen. Als de foto gemaakt is. Komen jullie hier weer terug, heb ik de foto hier. Ja? Oké. Okay. Onthoud je even waar het is? Naar de röntgen. Röntgen. Nee. Röntgenfoto. Runderen zijn beesten. Ik ken niemand die röntgen heet. Nee, maar dan gaan ze voor je ogen regelen. Loop als je hun gewoon volgt, komt alles goed. Kom maar. Okay. Loop maar niet voorop, want dat zou zonde zijn van jou. Okay. Ja, juist. Loop maar gewoon achter mij. Ik loop achter jullie. Zou ik gewoon achter jullie aan? Ja, dat is prima. Ik loop wel achter jullie aan. Oké. Okay. Dat komt goed. Ja, komt goed. Ik loop wel achter jullie aan. Oké. Nou, die foto is gemaakt. Ja. Zou die hier gelukt zijn, ik denk ben benieuwd hoe ze erop staan. Ik heb hier ook een hoop foto's. Ik denk ja, bij. Hier zullen we wel bij. Zijn jullie terug? Oh, daar is de dokter. Goed. Ja, hallo. We waren benieuwd of de foto er al bij is. Is die al klaar? Ja, die heb ik al hier. Oh, maar die had ik nog niet aan. Ik zal het kijken. Nee? Zo laten zien aan jullie. Okay. Ik ben heel benieuwd of we er goed op staan. Ja, ik ook. Ik denk het wel, want ik moest echt lachen op de foto. Ik ben ook al heel foto's. Ja, ze zijn er klaar. Ja, het doet ook heel pijn. Nog steeds pijn? Ja. Ja, die pleister heeft niet geholpen. Nee. Die pleister heeft niet geholpen. Nee, de pleister heeft niet geholpen, denk ik. Nee, nee. Maar we gaan eens even naar de foto kijken. Laat hem heel eventjes hangen. Oh. Dat wordt een beetje te gevaarlijk voor jou. Jouw opmerkingen zie je en je zou hier aan die zaag komen, dat gaat helemaal een zaag. Gaan. Een zaag? Een zaag voor het gips eraf te halen. Vanaf hier heb je pijn. Met een zaag? Ja. Dat ben je ook. Nee, dat is alleen maar een tafel die te groot is. Die kan je een stukje inzuigen, de poot. Maar niet met benen doen. Okay. Dan gaan we daar met gips misschien iets aan moeten doen. Want kijk eens wat ik daar heb gehad. Ja, de foto. De foto. Foto? Maar die lijkt... foto van wat? Ik sta er helemaal niet op. Nee. Nee, het is allemaal wit. Alleen het been van jouw collega Pietje. Die staat erop. Been? Hij is beslukt. Waar is zijn schoen? Wat zie je nou? Waar is zijn schoen dan? Nee, die staat er niet op. Oh. Dat hoeft niet. Want we hebben al gezien dat hier de breuk zit. En kijk eens, hier. Ja. Oeh, het helemaal de breuk. En is dit zijn been? Dat is zijn been. Nu? Nu, zoals het er nu uitziet. Dus dit is nu? Ja. Oeh, dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. En dan kom jij er ook maar zomaar aan. Dat moet ik niet doen. Als je er geen verstand van hebt, moet je
Mensen roepen er iets van. Ja, de dokter, ik zeg dat tegen jou, haal de dokter dan. Zijn benen is stuk. Zijn benen is gebroken, noemen we dat. Gebroken, ja. Een pannenlat. Hoor je dat, Piet? Knap. Hoor je dat? Zijn been is gebroken. En dan moeten we iets aan gaan doen. Lijmen. Nee. Lijmen. Nee, dat kan niet. Jawel, ik had een keer een vaas en die was gebroken. Ja. En die heb ik toen gelijmd. Ja. Maar die vaas is daarna nooit meer gegroeid. Die is nooit groter geworden. Ik heb wel water Piet gegeven. Piet moet nog groeien. Dus die groeit uit zijn benen. En dat kan niet anders niet. Dus wat gaan wij doen? Dit staat nou netjes bij elkaar. Plakband. Dan gaan we een gipsje omheen doen. Gips. Gips. Ja. Gips. Geen knoof van de bouw of zo, maar echt kunststof gips. Goed. Dan zullen we eens kijken of we jou in het gips te zetten. Ja, dokter Röntgen. Ja. Dokter Röntgen? Dokter... Nee, daar zijn we net geweest. De dokter Röntgen. Dus, ja. Dokter de gips. Gips, we zijn Ja. Kijk, want hier zit de bruk, zie je? Weet je het nog? Dokter Röntgen? Ja, is daar. Ja. Dus dan moet hij... Ja. Hier moet het opgeplakt worden. Als ik dus hier nu duw, moet ik pijn. Niet duwen! Nou, ik ga heel voorzichtig jouw beentje toch recht leggen. Het doet minder pijn als ik ook meteen aan trek. Hou even zijn hand vast. Ja. Zo? Juist, goed. Ja, zo. Kijk, ja. Rijd hem maar een beetje af. Dat is er goed voor. Net goed. Even kijken, kunnen we misschien iets anders doen? We moeten toch wel echt, hier staan wel leuke dingen. Gaat het lang duren? Maak ik misschien een spelletje? Luca, maak misschien een spelletje op de computer? Nee, ik ga nu werken. Ik ga met jou geen spelletje nu doen. Oh, zal ik? Of kunnen we misschien iets bakken in deze frietpan? Nee, weet je wat je moet doen? Hij gaat daar even voor in een kleine wachtkamertje zitten. Ja. En dan kom je dadelijk maar eens een keertje terug. Kom ik dadelijk even kijken? Ja, goed hè? Ik tel er even jouw been op. Goed zo. Nou, dan laat hem even jouw schoen los. Oh, zijn schoen opgegeven. Ja, die jeugd doet meestal niet meer strikken. Ga heel voorzichtig. Ja, dat komt goed. Als u nou heel even hier een klein beetje aan trekt. Trekken? Ja, helemaal. Moet toch niet trekken? Dan doet het geen pijn voor hem. Trekken? Ja, goed zo. Prima. Ga ik even de spulletjes pakken. Dat is te trekken waar je... Hé, dat is mooi! Ik heb het gekocht! Ik denk, je bent zo ziek! Ik dacht, ik koop iets omdat jij zo ziek... Nee, jij ging terug in de wachtkamer. Maar ik dacht, ik vond het zoiets. Neem die koe nou mee, want dat is voor echte kindjes. Komt goed, we pakken hem in. Ik pak hem voor je in. Komt goed, hè? Hé, maar... Eerst een kousje om jouw broek. Even wachten, want... Hij heeft wel veel pijn, dat weet ik. We blijven niet aan het wachten. Nee, maar er gaat nu gips omheen. Ja. Hoe lang moet hij in het gips? Ja, we gaan die foto morgen nog een keer extra bekijken, want hij staat wel eigenlijk bijna goed. Bijna goed? Ja. Morgen nog een keer. Morgen nog een keer een nieuwe foto maken. Gaat het zo goed? Blijft staan. Foto maken? Gaat het goed? Ja, gaat goed. Oké. En als u zo niet blijft staan, dan zou u zelfs een keer moeten opereren. Dat is minder. En opereren gaan ze snijden en zo. Ja, dan moeten we hem echt recht zetten. En nu ga ik hem ingipsen en hopen dat hij zo blijft staan. Ja, en hoe lang duurt het dan? Dan duurt het zeker 2 tot 3 weken. 2 tot 3 weken? Dat kan niet! Kom eens hier! 2 tot 3 weken. Het is over 1, 2, 3 weken. Het is over 10 dagen of zo is het al 5 december. Ja, dan is hij zo. Dat gaat niet. Nee, dat kan niet. Ik doe mijn best. We gaan dus niet gipsen. Ja, dat moet. Nee, we gaan niet. Ja, dan moet hij maar huppelen. Kan niet. Zo met zo'n been, als hij nou gaat huppelen, doet dat been helemaal zo. Ingegipst worden. We hebben jou. We gaan nog. 1, 2, we hebben maar, ja, maar we hebben maar 2. Ik ben wel een hele goede Piet. Ja, maar jij kunt niet 100 kinderen tegelijkertijd doodschieten. Dat kan niet. We kunnen niet mensen naar zien zo. Er moet iemand auto rijden. Iemand moet Sinterklaas ophalen. Iemand moet de staf vasthouden. Iemand moet het boek meenemen. Je moet cadeautjes strooien. We hebben sowieso al 7 Pieten nodig. Ja. En als jullie alles 2 doen, dan hebben we er nog 2 eraf 7. 7 of 2 is 3, 4. 14. Heel veel. 14 Pieten. Zo. Dat is veel. Veel Pieten. Als jij maar goed. Laten we even dat probleem even aan de kant parkeren. Probleem? Ja? Niet parkeren als een auto, aan de kant zetten. Vertel het tegen Sinterklaas. Ik ga het tegen Sinterklaas. Ik ga het tegen Sinterklaas. Even afwachten hoe het morgen is. Ik ga hem niet bellen. We gaan eerst eens even de dag door. Want hij zal vannacht hier moeten blijven. Ja, maar we moeten het dak nog op. Nee, dat mag niet met gips. Veel te gevaarlijk. Nog gevaarlijker. Breek je daar zijn andere been ook nog. Ja, maar wij zijn deze nacht samen alle schoenen aan. Ja, maar dat kan nou even niet. Nee, helaas. En ik moet nou alle aandacht naar hem geven. En dat is het belangrijkste.
Ik wil hem weer zo vlug mogelijk terug hebben. Ja, zo vlug mogelijk. Ja, zo vlug mogelijk. Ja, zo vlug mogelijk. Ja, ja. Dat maar dat is niet morgen. Dat is niet morgen. Ja, dat heeft de natuur echt nodig voordat het helemaal geheeld is, dat hij weer vast zit. Het gaat mij niet om de natuur, het gaat mij om zijn been. Ja. Zijn been moet staan. De natuur is ook leuk en belangrijk, maar het gaat wel om zijn been. Ja, dat wel hebben. Oh. De tijd heeft dat nodig. En als hij in het ziekenhuis moet liggen, scheelt dat dan als we lief zijn voor hem? Ja. Dat hij dan sneller... Want dan als je gezonder bent, genees je. Want ik weet, als iemand in het ziekenhuis ligt, dan haal je een knuffel. Heb ik stuur een kaart. Kaartjes sturen. Ja, bellen. Dat zou ik doen. Langs gaan, op bezoek. Liedjes zingen. Liedjes zingen kan ook. Toch een cadeautje meebrengen van de schatkamer. Zal ik even die knuffel... Dat hoeft niet. Dat hoeft nog niet eens. Oh, ja. Als jij nou even stil bent, kan de dokter zeggen. Ja. We gaan nu even niks meer zeggen. Ja? Niks, we gaan alleen maar kijken. Ga maar eens kijken, hoe ik hem nog in gips. Ik kijk. Wat je zou doen... Ja, misschien even mijn haar een beetje... Mag ik mijn schaar dan wel daar toch kort, want... Ik weet niet hoe het hier verder gaat met jullie. Wat is dat? Mag je jouw voetje zo naar je toe gaan? Dit zijn watjes. Oh, dus nog geen gips? Nee, dit is nog niet het gips. Watjes. Want het gips moet er straks ook weer een keer afgehaald worden met... Dat noemen wij dan wel een zaag. Nee, hij is geen watje. Het gips moet afgehaald worden. Met een hamer. Nee. Met een hamer. Dat doen we met een gipszaag eraf. Een gipszaag? Ja. Gipszaag. Hey, en waarvoor is deze föhn? Die hebben we nu niet nodig. Oh. Nee, er hoeft niks uitgehaald te worden. Spaghetti, maar ik hou mijn aandacht meer bij hem als bij jullie. Ja, gaan goed. Heel goed. Ik zal hem een beetje troosten, want het is toch heel belangrijk dat het dan goed met hem gaat. Als je nou goed oplet, kun je er de volgende keer zeggen. Ja, goed kijk. Het was goed, watjes ik ben naar je toe. Juist, goed zo. Komt goed, Piet. Goed. Ja, komt goed. Ja, dat komt goed. Zeg gewoon niks tegen Sinterklaas. Nee, maar je zal het toch een keer moeten weten, Sinterklaas. Daar kan je niet omheen, hè. Ja, maar dan gaat hij vragen waarom het gebeurd is. Want gisteren maakte hij ook al een salto van het dak. Toen ging het nog goed. Doe dat nu nog een keer. Hoe komt het dat jullie zo aan de gimmen zijn dan dit jaar? Dat was vorig jaar, waren ze bij Ziso ook allemaal kunsten aan doen. Die waren zo goed. Die kinderen waren zo goed. Dat kunnen wij ook. Ja. Dus ze dachten van, dat doen we even. Nou, dat doen we dus even. Staan we dan in de gipskamer. Zo kan. Nee, dat kan zo niet. Hé, die zijn leuk. Kijk. Hey, die wil ik ook. Hier ook, paarse handschoenen. Als jij goed je best doet, dan krijg je straks een paar meer naar huis. Hey. Ja? Okay. Hier, hou vast. Dit hebben we over. Dat zijn eigenlijk luchtballonhandschoenen. Luchtballon. Hey. Die kunnen we uitdelen. Ja, goed, Piet. En dan heb ik een heel speciaal kleurtje voor jou uitgezocht. Goed. Rood? Wow. Ja? Pieterrood is dat. Wauw, pieterrood. Kijk. Hey, dan moet je wel een beetje naar je toe halen. Dan moet je ook zo in het gips staan. Juist. Ik kan het misschien toch maar beter wel tegen Sinterklaas zeggen. Ik denk het wel, dat ook het eerlijkste is. Hè? Als je het goed vertelt dat het moet en wat er gebeurd is. Ja. Niet een keer zeggen, Sinterklaas, heeft u ooit iets gebroken? Zeg me dan. Ja. Heeft u ooit iets gebroken? Zeg je nee, hoezo? Oeh, wat zeggen we dan? Dat doet pijn. Zeg me dan. Of we zeggen, Sinterklaas, weet u nog dat ik heel per ongeluk uw vaas een keer heb gebroken. En dan zegt hij, dat was vervelend, hè? Ja. Weet u dat het ook met een been kan gebeuren, zeg ik dan? Ja, maar dan weet ze natuurlijk, want wij zijn wel eens ooit bij kinderen op bezoek geweest, zo. Oh ja? In het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Ja. Het is al klaar volgens mij. Bijna. Kan ik één rolletje meer pakken? Het ziet er wel mooi uit. Het is echt mooi. Het is eigenlijk wel heel... Nou, het zal je ook veel minder pijn hebben. Maar het is toch niet hard? Nog niet. En dan zeggen we dat we speciaal Sinterklaas rood hebben gemaakt. Ja. Ja. Dat zijn is echt Sinterklaas kleur, hoor. Moet in het ziekenhuis blijven. Juist is dat. Moet in het ziekenhuis blijven? Ja, hij moet in het ziekenhuis blijven. Want we moeten dan morgen een nieuwe foto maken en even kijken of het dan goed staat. En dan zal het wel iets korter zijn in tijd dat hij weer naar huis mag. En dat het beter is. Jongen. Kijk. Ja, we moeten echt iets doen dat hij zo snel mogelijk uit het ziekenhuis komt. Ja, maar hij krijgt hier heel goed eten, drinken en melk. Pepernoten mag je meebrengen. Ja, ook voor de zusters hier. Fijn. Oh, dat is wel slim om dat te doen. Klare letters. Ja. Zal ik een tekening voor jou maken? Ja, doe maar. Of zal ik kinderen vragen? Hey, ja. Dat is slim. Of ze een tekening maken. Of ze een kaartje sturen van word snel beter. Hopelijk ben je op tijd. Ja. Oh, dan gaan we er alles aan doen, ja.
Het is al bijna, 5 december, is niet meer zo ver weg. En ik zal ook regelen dat je eventueel een telefoon op je kamer hebt. Dan kun je ook een keertje bellen misschien. Ja. Je telefoonnummer doorgeven. Ja, dat je een briefje schrijven. Ja. Briefje schrijven. En dan hopen dat het vrij vlug mag gaan. Dat je toch naar Zizo kunt. Hè? Ik vind het wel mooi. Ja, het is mooi. We zitten er al netjes om en zo uit aan het harden. Zou het mij ook mooi staan? Nee, want dan kun je ook niks. Dan is er alweer eentje minder. Oh, ja. Dat niet, moeten we niet. Toch? Nee, dat moeten we niet doen. Nee. Goed. Nou. En hoe moet het er dan weer af? Dat doen we dus met een zaagje. Oh, een zaag? Ja, zo. Maar die draait niet goed. Nee. Die doen we netjes aan deze zijde opensnijden en hierop. En dan voelt hij niks van? Voelt hij niks van? Daarom heb ik ook die watjes onder gedaan. Hier dat hij een watje is, maar dat kan beter gaan zagen. Ja? Het ziet er heel moeilijk uit, hè? Ja. Ik begrijp er eigenlijk niets van. Maar eerst maar moet een dokter het gedaan en wij het niet zelf. Nee, dat is goed. We waren jullie helemaal verkeerd begonnen. Dat denk ik al door. Toen jullie al binnenkwamen, zag ik dat al. We hadden een kleine pleister gepakt. Wat? Pleister, ja. Moet je pleister nog niet op? Nee, doe maar niet. Nee, het is al klaar. Nee, je hebt geen pleister. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, is het nou klaar? Het gipsje zit erom. Het gips zit erom, ja. Dus we kunnen hem gewoon lekker weer meenemen. Nou, nee, Vanaf weer hij mag hier een nacht blijven, omdat we morgen moeten kijken of het beentje nog goed blijft staan. Dat hadden we afgesproken in het begin. Moet hij weer zo'n nieuwe foto maken? Die gaan we morgen maken en dan moet hij hetzelfde staan als nu, dan is het goed. Dus daar kun je hier niet op zien of het weer goed is? Nee, dan? Nu niet, maar morgen wel. En dan kan ook de kinder bij Zizo meer vertellen van wat er wel of niet gaat duren en hoe lang. En wat moet hij dan hier gewoon blijven liggen? Nee, we gaan nu naar de kamer. We zitten in de avond hier, dus we gaan naar de kamer waar meer mensen liggen. De Pietenkamer, maar er liggen ook andere mensen. Oh, ook maar dan moeten we het heel zachtjes doen, want het is buiten al donker en die mensen slapen al. Dus we gaan heel zachtjes daar naartoe. Heel zachtjes, dan kunnen wij goed. En deze foto mag je boven zijn bed hangen? Die mag je bewaren, boven zijn bed. Wauw, ja. Heb je er ook een van mij? Nee, die is toch niet van jou? Die is toch niet van jouw been? Ja, ik wil die ook. Nee, dan moet je een keer van het dak afspringen, slimmerik. Oh ja. Nee, natuurlijk niet. Oh ja, doe ik morgen. Goed. Ja, nee, dat heb ik afgesproken. Oh nee. Nou, dan gaan we naar de afdeling. Yes. Die kant op? Ja. Nou zijn we op de kamer waar je dus vannacht moet blijven slapen, Pietje. Wat een mooie kamer. Mooie kamer. Ja, televisie? Ja. Een televisie? Gezellig. Ja, een televisie kijken. Leuk. Zou je zachtjes doen, hè? Andere mensen. Hey, Piet. Stil, hè. Ja? Stil, dus die gewoon te praten. Ik kan het niet praten hier. Mag jij dat wel afscheid nemen? Ja. Loop ik als laatste weg? Hé, welk beetje pak jij? Wat? Pak jij dit met me? Ja, dat met. Heb je een pyjama bij? Ja! Ik kan niet. Die mensen zijn pyjama. Goed zijn. Ik moet even een pyjama. Bel even Sinterklaas op. Oh ja! Pyjama. Nee, dat kan niet. Dat is niet slim. Die mensen zijn de tandenpoetsen, die komen dadelijk hier op te staan. Er ligt al iemand. Dus jullie gaan dan zakjes nemen. Wij gaan. Afscheid van Piet. Moet hem hier laten? Ja. Alleen. En wij dan? Alleen. En wie gaat er voor hem zorgen dan? De zusters die komen daar. De zusters gaan voor hem. De zusters gaan voor jou zorgen. Ja, en de verpleegkundige. Oh. Ja? En dan mag hij alles vragen wat hij wil. Ja. Okay. En wat we hier hebben. Oh. Als we hier hebben. En wanneer mogen we weer terugkomen? Morgen om 3:30 is het bezoek. 3:30? Ja. 3:30, dat is pas middags. Maar je mag volgende middag eventjes bellen. Oh, bellen. Ja, naar het ziekenhuis 3B. Bellen, 3B. Bellen. Ja, dat weet ze toch, het wordt 4. Bellen. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja, het is donker buiten. Ja, het is donker buiten, maar je kunt best vanaf buiten goed voor je zorgen. Ja. Je kunt hier best omhoog klimmen. Nee, mag negen niet gedaan. Veel te gevaarlijk. Oh. Nee, dat mag niet. Zal ik nog wat pepernoten strooien? Nee, dat moet vooral de verpleegsters en de verpleegkundigen erover. Nee, dat kun je niet maken. Ik denk dat we gewoon moeten gaan. Ja. En meestal gaat in het ziekenhuis dan het licht uit en dan moet iedereen weg, hè? Dan gaat iedereen weg. Oké. Ja? Ja, nou dan... het licht gaat uit, dan moeten wij. Lekker slapen. Komt goed, hè? Komt goed. Tot morgen. Doe geen pijn meer, denk ik. Nee. En als ik dit doe... Ik zie jou morgen ook weer. Dan moet oké. Ja. Dag, Piet. Rusten. Welterusten. Met je knuffel. Welterusten. Jongen, paniek, hè? Welterusten. Paniek. En nu waar? Ja. Oh, en nu. Nou, Piet.